We gaan door naar Haagt, waar Atomics Handbal zich mocht opmaken voor de komst van de regerende landskampioen Achilles Bocholt, die zich niet wilde laten verrassen en scherp uit de startblokken schoten met een 2-7 na 10 minuten. De jonkies van de thuisploeg kunnen tegen deze geoliede machine weinig inbrengen en zo is de wedstrijd bij de rust misschien al wel beslist. De 10-17. Coach Lenders heeft hierdoor de gelegenheid om iedereen de speelminuten te geven, maar verzwakken doet Achilles Bocholt niet en zo gaan we naar een eindscore van 24-37, opdracht volbracht. We wisten dat het een zware wedstrijd ging worden. We zijn met het idee gestart van we gaan ons beste handbal tonen, we gaan tonen wat we kunnen en we gaan proberen respect afdwingen. En ik denk ook dat we daar op bepaalde momenten wel in geslaagd zijn. Het ging goed vandaag, ik had goed zicht op de ballen. Dekking stond af en toe wel een beetje slordig, maar dat hebben we goed nog opgepakt dan af en toe. Tweede helft zijn we sneller beginnen spelen en dan zag je ook dat we dan iets meer een doelpuntenkloof konden uitbouwen. Maar ja, een beetje mijn aandeel, ja, een beetje, maar niet heel veel.